Als dit gebeurt, dan ben je echt gewoon in de diepste dal van de friendzone aanbeland. Oh my god. Zullen we afspreken als vrienden? Vertel me over jouw friendzone ervaring. Oh. Je denkt misschien wat raar, wat is er gebeurd met Thomas haar? Nee, het is geen grap, het is echt wel waar. Zijn haar is witter dan mijn achternaam. Verder weet ik niet meer hoe het liedje zou gaan. Hey. En we gaan er tegenaan. Hey, inderdaad. Hey, high five. Hey. Back at it again. Back at it again with the white... with the ash white hair. Lekker, thanks voor de mooie serenade. Welkom terug op Kortom. Mijn naam is Tom en ik heb vandaag een hele speciale gast, namelijk niemand minder dan... Simon de Wit. Simon de Wit. Hoi. Wij kenden elkaar al op het moment dat we allebei YouTube filmpjes in het Engels maakten. Dat in is echt... fucking Engels. Ik heb dit nooit aan iemand verteld, hè? Nee, je gaat niet zeggen waar je die kan vinden. Nee, zeker nog. Ik ga niet vertellen waar je het kan vinden, maar hier komen wat fragmenten. Hello YouTube, this is my first video. How to be more energetic. These steps changed my life. Nee, ja, mensen, ja. Ik wilde al heel lang mijn haar iets van platinum blond of aswit verven, dus het is gebeurd. Ik vind het echt vet. Ik vind het echt cool. Ja, nee. Ik lijk nu net op... nee, ik ga het niet maken. Ja, iedereen is eigenlijk positief. Duimpje. Alleen ik word met heel veel mensen vergeleken en dat is wel cool. We hebben al drie favorieten. Jake Paul, Malfides en Danny Phantom. Spoken zet je schrap, want hier is Danny Phantom. Spoken zet je schrap, want hier is Danny Phantom. Spoken zet je schrap, want hier is Danny Phantom. Oké, vandaag gaan wij het hebben over... hoe meiden friendzonen. Ja, want wij zijn allebei sowieso wel een of meerdere keren gefriendzoned. En dat is heel irritant en jullie doen dit en wij willen weten hoe dit in elkaar steekt en wij gaan jullie vertellen hoe wij denken dat jullie ons friendzonen en waarom. Nou, omdat jullie blijkbaar niks meer met ons willen. Maar dat snappen we ook niet. Ja, maar dat klopt ook niet hoor, want als jij niet snel genoeg, zeg maar, laat blijken aan een meisje dat je haar leuk vindt, dan kun je dus ook wel gefriendzoned worden. Ja. En het, want soms, je hebt ook heel vaak in films dat ze niet weten dat de jongen het meisje leuk vindt. En dan worden ze alsnog gefriendzoned. En dan aan het eind worden ze natuurlijk wel verliefd. Maar leuk. Toch? Dat was een verdrietige walvis. Ja, ik dacht een verdrietige uil. Ken je die uil? Van Kut? Heb je geen zelfrespect? Ik laat me niet dirigeren door die jongelui. Jongeluil. Die is wel echt leuk. Vertel me over jouw friendzone ervaring. Oh. We waren al vet lang vrienden en toen op een gegeven moment was er een soort van mogelijkheid, zeg maar. Hoe kwam die mogelijkheid? Op een feestje of zo? Nee, nee, nee. Zij had wel gewoon een vriendje en het was gewoon... dacht je, dat gingen we elkaar logeren en daar was een... Nee. En niet toen... dat soort mogelijkheid. Nee, niet dat soort mogelijkheden. Zij had eerst een vriendje en toen op een gegeven moment niet meer. En toen dacht ik, hey, wow, misschien is het wel leuk als het iets meer wordt dan vrienden. En toen heb ik een move gemaakt en toen is er niet echt iets gebeurd en daarna was het eigenlijk super ongemakkelijk. Wat was de move? Zeg ik dit op camera? Probeer je uit te zoenen? Ja, dat is ook wel gelukt. Oh, dat wel. Maar daarna is het niks meer geworden. Oh, stel. En toen zijn we gewoon weer vrienden geworden. Oh. Ja, yeah, I know. It's hard, but I manage. Hallo allemaal. Mijn naam is Simon en ik ben dus gefriendzoned. Hoi Simon. Hoi Simon. Hoi. Okay. Welkom in deze kring vol mensen met problemen. Het is echt zo'n anonieme gefriendzone. Mijn friendzone ervaringen is gewoon dat ik fucking onduidelijk ben of niks laat blijken, waardoor dat zij denkt dat ik niks van de hoef en dan uiteindelijk denk van, oh, maar hij is van oké vriend. Oh, dus je bent gewoon niet duidelijk genoeg naar mij. Ik kom al gewoon niet op dat level van duidelijk zijn. Dus ik word eigenlijk automatisch gewoon altijd gefriendzoned. Ja. Niet altijd, maar wel vaak. Niet altijd. Ken je dat moment ook dat je er later achter komt van, oh ja, we vonden elkaar leuk! Dat is het allerergste. Weet je wat nog erger is? Maar nu niet meer, want nu heeft een van beiden heeft dan een relatie natuurlijk of zo. Het allerergste is als jij denkt van, oh wat een leuk meisje, weet je wel. Die ziet mij nooit staan. En dan move je on met je leven, je gaat verder. En dan 2 jaar later hoor je, op dat moment was ze echt stapelverliefd op jou. Dat heb ik meegemaakt, geen grap. Ik ben zo, ook met hints, dat ze gewoon zulke duidelijke hints dropte, maar dat ik het gewoon niet snapte, weet je. En 2 jaar later hoorde ik dan van vrienden van, ze was echt super verliefd op je. Dat ik echt dacht van, help. Ja, ik voel je wel. Heb jij nog zo'n ervaring? Ja, wel sowieso. Echt? Ja, wel eens gewoon dat een vriendin van nu zei, ja, ik vond jou toen zo leuk. Dat ik dacht van, ja, maar ik vond je toen eigenlijk ook wel leuk. Dat ik dacht echt... van, why the fuck did this happen? Ja, echt hè, dat is echt het allerergste. Ja, ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. We hebben ook op Twitter mensen gevraagd om erover mee te praten. Even kijken wat jullie te zeggen hebben. Laten we ook even opzoeken hoe je kan herkennen hoe een meidje friendzone. Dat is een goed idee. Oh, Sophie. Oké, we krijgen een appje. Voordat we op 60 gaan, we krijgen een appje. Ik friendzone jongens als ze leuk en lief zijn, omdat ik ze niet kwijt wil in het leven. Want als je een relatie neemt, gaat het ooit uit en dan ga je elkaar haten. Dus dan kan je beter goede vrienden zijn. Wil je voor een hele leven een vriendschap hebben of wil je voor een korte periode intiem zijn? Dit is het leven van een jongen met een friendzone. Nou, er zijn twee zonen. Een friendzone en een fixage. De fixage. Oké, we hebben net geleerd, er zijn twee zones. Ja, de friendzone en de fixage. En waar je natuurlijk in terecht moet komen is de... fixage. Tuurlijk. Dus een meisje zit in het midden tussen de fixage en de friendzone in. Ja, dus het is eigenlijk alsof je twee plaatsen hebt of zoiets, dat je die kan vullen. En zij kan dus wandelen naar friendzone of fixage. Ja, in dit geval ben ik fixage, maar ik denk dat ik ben de friendzone. Ik ben altijd de friendzone. Ah! Ik ben altijd de fuckboy, nee. Met dit haar is zeker. Is dat? Draagt dit bij aan mijn fuckboy gehalte? Ik ben sowieso geen fuckboy, maar... Auw, ik stoot altijd mijn ankels, mijn enkels. Mijn ankels. Mijn kaponkels. Ik wil een vis worden. Als je bro of broertje wordt genoemd. Als je bro of broertje wordt genoemd. Dan weet je gewoon, het is klaar. Auw. Je zit ook in de friendzone als je bestie of best friend wordt genoemd. Oké, wat hebben we nu geleerd? Als je best friend, bestie, broertje of bro wordt genoemd, zit je ook in de friendzone. Dan ziet het er niet goed voor je uit. Oh, die was pijnlijk. Als een meisje weer al haar problemen en gezeik vertelt, wanneer zit je in de fixage? Oké, eindelijk het moment. Wanneer zit je in de fixage? Hoe fix je dat? Je zit in de fixage als een meisje vraagt of je langs wil komen als ze Home Alone is. Of als ze vraagt of je een film wil kijken. Oh, shit. Als ze wat? Als ze? Vragen of je een film wil kijken. Eigenlijk is dat gewoon Netflix en chill. Ja. Home Alone, Netflix en chill. Kom je Netflixen. Ja, kom je Netflixen. Als jongen, is het dan niet een goed idee om gewoon die move als eerste te maken? Als jij gewoon vraagt, wil je een film kijken? En ze zegt ja, dan heb je gewoon gelijk je antwoord. Ja, dat is misschien wel handiger en anders gewoon naar de volgende. Oei. Sophie begon Miles leuk te vinden. En toen besloot ze met hem te gaan praten. En toen... En toen? Wat deed hij nou? Wat stond hij nou achter? Maar nu... moeten we natuurlijk weten wat iedereen op Twitter te zeggen heeft. Oh, en trouwens, als je nieuw bent op dit kanaal, vergeet niet hieronder te abonneren, want elke zondag komt er een jongens... video online. En door. Waarom friendzone zie je? Het antwoord is best eigenlijk straightforward. Ja, we hadden hier eigenlijk zelf ook wel over na kunnen denken. Omdat ze geen interesse hebben in een relatie of iets met die ene jongen. Of van, denk je dat hij mij leuk vindt? Als ze dat tegen jou zegt over een andere jongen. Nee joh, fuck! Ja, maar is het niet ook zo dat heel veel meisjes juist proberen om jaloers te maken? Dit heb ik dan weer gehoord, ik weet niet of het waar is. Dus dat ze dan zeg maar kijken, wat is de reactie als ik begin over jongens die ik leuk vind? Ja, fuck! Hoe ingewikkeld dit is, dit? Diep. Oh. Als ik doorheb dat iemand me leuk vindt, en ze wil die persoon dus friendzonen, dan begin ik altijd tegen die jongen te praten over jongens die ik leuk of knap vind. Oh. Dat is zeg maar een hele subtiele hint. Maar dit is wel eens gebeurd bij mij, denk ik. Ja? Dit is gelukkig bij mij niet gebeurd. Vroeger, toen de tijden nog... Toen nog op MSN praten elke dag. Toen we na school MSN aanzetten en keken of wat iemand buiten wilde gaan skileren. Het begin van de aftakeling van de mensheid. Weet ik niet, maar zeg tegen Simon dat ik wil daten. Daisy, afhankelijk van je leeftijd gaat Simon met je daten. Simon is 20 jaar oud. Hoe oud mag ze zijn ongeveer? Dus toch door de helft en dan plus de 2 of zo? Ah, nee. 17, 20 kan nog wel. Friendzone, dat doen meisjes omdat ze bijvoorbeeld de band, als ze goed bevriend zijn, niet willen verpesten. Maar dat is echt een argument. Ze willen je gewoon gebruiken om s'avonds naar huis te fietsen na het uitgaan zonder dat er gezoend wordt. Ja, gewoon dat je veilig thuis bent. Maar ja, er zit wel meer bij vriendschap in dan alleen dat toch? Als je tegen iemand zegt, I love you, en die andere persoon zegt terug, ah lief. Oh die is echt, mijn god. Die is echt. Dan voel je je echt zo slecht denk ik. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie vinden. Laat hieronder ook even weten wat jij doet als meid zijnde. Wanneer een jongen jou heel erg leuk vindt en je weet niet wat je ermee aan moet. Hoe maak jij hem duidelijk dat je niks meer wil met hem dan vrienden zijn? Laat het in de reacties weten, wij zijn heel benieuwd. Ik ben trouwens ook super benieuwd. Worden meisjes wel eens gefriendzoned? Of zijn het alleen maar de jongens die het zwaar hebben? Oh, ik denk dat jongens meer meisjes aan lijntjes houden. Oh ja, dat is natuurlijk dat hele fuckboy-principe. Ja. Ja, daar kan ik nog wel iets dieper op ingaan na de video. Oké. Okay. En door. Deze is zo klassiek. Wil jij morgen afspreken als vrienden? Oh. Dat doen mensen op hun 14e. Die zeggen het gewoon gelijk. Die friendzone al voordat de afspraak gemaakt is. Gewoon van, hey, we hebben elkaar net ontmoet, maar ik weet wel dat het niks gaat worden tussen ons, maar ik wil wel met je chillen. Ja. Dus, zullen we afspreken als vrienden? Super lullig. Dat is fucking lullig. Stel, ik ben een meisje en ik neem Tom mee om te introduceren aan mijn vriendinnen. En ik zeg, kijk, dit is mijn beste vriend. Ja, oh, nee, dan weet je gelijk dat het fout zit. Dat is de eerste tip. Oh, dit is echt een goeie trouwens, hé. Als je met een meisje bent, zeg maar, en je voelt dat er gewoon spanning is omdat je elkaar leuk vindt, dan zijn bepaalde situaties wel eens awkward, weet je wel. Ja. Stel dat die situaties niet awkward zijn, nooit, dan weet je gewoon, het wordt niks. Weet je wel, er is geen spanning. Fuck, dus that's true. Dat is echt een hele subtiele, denk ik, maar... Tension. Ja, de spanning moet voelbaar zijn. Wow, WikiHow. How to know if you're in the friend zone. Oh, kijk, dit is waar we op gewacht hebben. Kijk of dat de persoon waar je een crush op heeft naar jou toe komt om te praten over haar problemen. Als dat zo is, zit je waarschijnlijk in de friendzone. Nog een stap. Oké, wat is de stap? Ik ben wel benieuwd. Als je crush, zeg maar, helemaal op gemak is als ze zich omkleedt, waar jij bij bent, dan zit er... No sexual tension. Dan zit je in de friendzone, man. Sorry. You need them sexual tension. Ja. Since when is your hair platinum blond? Oh, wacht, ik heb niet verder gekeken. Ah. It looks amazing. It looks amazing. Sweet. Ben je ooit in bed beland zonder dat je geknuffeld of handen vast hebt gehouden of verder dan dat? Seksen? Ja, dat is gewoon wel duidelijk. Ja, als je langs elkaar in bed ligt en je valt te slapen en er is wat ruimte tussen en er gebeurt verder niks. Ik bedoel, in bed is het wel heel verleidelijk om iets te gaan doen dat niet slapen is. Als dat dus niet gebeurt, nou ja. Volgens mij leren we echt niks hier, joh. Maar ik vind het echt, ik moet het nog steeds hebben van jullie comments, dus laat die comment achter, wij willen dit leren. Terwijl ze allebei single. Dus als je ook iets met ons zou willen beginnen, kun je ook een reactie achterlaten. DM me gewoon op Instagram en dan... Nee. Dat was een grapje. Wow! Dit is echt... Als dit gebeurt, dan ben je echt gewoon in de diepste dal van de friendzone. Oh my god, kijk of dat jouw crush jou niet probeert te koppelen aan andere mensen. Stel je voor. Oké, stel je bent echt datende. Stel, jij bent mijn crush. Hey, zullen we morgen afspreken? Ja, superleuk. Oh, zal ik dan die uitnodigen? Want die wil ik... Ik denk dat jullie misschien wel een leuk koppel zouden maken. Hoe sad is dat? Oh. Deze onthoud ik echt. See if you always end up doing what your crush wants you to do. Als ze echt alleen maar met jou wil shoppen, en dat zijn standaard dingen die ze liever altijd al doet, dan is het een teken dat ze niet geïnteresseerd in je is, want ze hoeft jou niet meer te impressen met het doen van de dingen die jij leuk vindt. Dat is waar. Zo klaar als een klontje, ik geloof het. Want je merkt toch altijd wel, zeg maar, dat meiden zoiets hebben van, oh, wat heb je gedaan bij voetbal dan? En heel veel interesse tonen. Ja. Iets wat zij dus niet doen. Dus als ze geïnteresseerd is, dan gaan ze gewoon mee naar jouw dingen. En als ze geen tijd wil maken om, zeg maar, dat soort dingen te zien die jij doet, die voor haar nieuw zijn, dan is het gewoon niet geïnteresseerd in jou, blijkbaar. Of dat je vaak fysiek contact maakt. Natuurlijk, dat is alleen dit al als je praat. Ik voel de spanning al. See if your crush always ends up inviting other people out when you're together. Ja, dat is zo fucking obvious. Wanneer jij denkt een date hebben, maar diegene neemt iemand mee, I mean... Beste vriendin of zo. That's clear. Dat is helemaal, that's done. Nogmaals, laat even een reactie achter hoe jij friends bent. Ja. Ik vind het best heftig. Aan het begin van deze video dacht ik van, wat, waar gaat het heen? Maar ik heb nu het gevoel dat ik oprecht iets geleerd heb. Ja, ik ook. Het is vooral die laatste paar, man. Ik dacht echt van, wow. Pagina van WikiHow, what the fuck. Ja, alles wat je moet weten, op WikiHow staat het. Ja. Met deze tips... Over een maand moet het wel lukken, hè? Binnen een maand gaan wij nog een keer een vriendin krijgen. Ooit. Laten we het hopen. One day. Nou, dit was het dan. Ik zou zeggen, wij gaan binnenkort nog een keer 2 video's filmen. En dan ga ik zeggen, check even Simons kanaal, want hij doet heel veel dingen met muziek. Yes! De 1-hour Song Challenge serie gaat kijken. Linkjes staan hier op het beeld. En ik zou zeggen, abonneer, like, doei. Bedankt voor het kijken. Later, leuk dat je was. Thanks, doei doeg!